En ik, maandag 10 juli was er een bijeenkomst met de gemeente over de tuinen die eventueel verplaatst moeten worden in de gemeente Sittard. Hoe kijk je daarop terug? Hele mooie praatjes van de gemeente. Ze kwamen weer met allerlei nieuwe argumenten waarom onze tuinen weg moeten. Welke argumenten? De eerste keer was het vooral vanwege de veiligheid en de openheid van de schootsvelden met een, ja, dus 20 meter meer. En nu was het vooral vanwege de klimaatverandering. Dan moet er dan gaat het heel veel regenen en dan moet er een kuil zijn. En dan onze tuinen liggen precies op de historische kuil waar dat dan zou moeten plaatsvinden. Dus we worden nu een wateropvangbakje. Maar waarom moet dat precies daar dan? Dat snappen wij ook niet, want het lijkt me logischer. Als je het water van bijvoorbeeld de Wereldweg Keulse Baan op wil vangen, dat je dat dan onderaan de Keulse Baan doet. En niet eerst de Prins & Candy Single over laat steken, dan nog eens 50 meter over het gras laat lopen en vervolgens dus precies waar onze tuinen liggen, daar te gaan verzamelen. Hebben ze nog toezeggingen gedaan aan jullie? Niet anders dan dat we dus inderdaad de compensatieregeling van we krijgen een nieuw stukje grond met een nieuw tuinhuisje en ze willen onze plantjes verplaatsen. Dat is nog altijd sowieso dat aanbod dat geldt. Maar de huur die is opgezegd. Denk je nog dat je enige kans maakt om dit te winnen? De huur is opgezegd nog voordat er definitieve plannen zijn. En dat klopt in onze ogen dus ook totaal niet. Naar mijn mening, is, ook al ben je dus als gemeente, je bezit de grond, dan mag je de huur opzeggen. Maar doe dat dan wel als plannen definitief zijn. En niet als er aan alle kanten nog dingen veranderen. Want er zijn alweer, sinds april dat de eerste presentatie was, zijn alweer heel veel dingen veranderd. En nu, zeg je dus iets definitiefs, terwijl ook dit dus nog helemaal kan veranderen. Kunnen jullie nog in beroep gaan? Een beroep als een... maar we geven wel aan naar de gemeente toe dat dit niet klopt. En er zijn ook andere mensen die daar wel achter staan, dat dit een vreemde gang van zaken is. Gaan jullie nog actie ondernemen? Actie, zijn nog wel dingen van plan. Sowieso moet de petitie natuurlijk, die gaat heel goed, die loopt ook nog. En die moet aangeboden worden. En dan gaan Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend? Online meer dan 20.000 en zo op de papieren versie heb ik veel minder zicht op. Die circuleert nog rond, maar ik denk dat ik op dit moment thuis iets van 600 handtekeningen heb liggen. En dat kan dus nog veel meer zijn, dat weet ik niet. Op dit moment weet ik dat niet. Heb je er slapeloze nachten van? Na de bijeenkomst moet ik zeggen, heb ik wel heel slecht geslapen. Dan ben je zo aan het malen over alle nieuwe dingen die je gehoord hebt. Van alle kanten naar mijn mening weer dingen niet kloppen. Ze hebben het dan vooral over onze tuintjes die weg moeten, maar er verandert gewoon nog veel meer op het complex. Waar bij tuinders eigenlijk over het algemeen niet echt heel blij mee zijn. Ze willen de hagen bijvoorbeeld. Moet in eerste instantie weg, die worden dan misschien weer teruggeplaatst. Maar er komen hekwerken aan de binnenkant langs de hagen. Ja, dat soort dingen, volgens mij gaat dat helemaal mis. En het voegt naar mijn mening niks toe als een veiligheid. We hebben hele mooie dikke hagen, soms wel een meter dik. Ja, wat zou je die nou weg gaan halen en een hekwerk neer te gaan zetten? Ik snap dat niet.